RTL Nieuws. Sorry dames en heren, ik kom net bij Nederland in Beweging vandaan. Goed, mag ik u nogmaals een goede avond wensen. Dit is RTL Nieuws op 8 februari. We beginnen met een opmerkelijk nieuwsitem. De uitzending van het NOS Journaal van 2 uur verliep niet helemaal vlekkeloos. Mijn collega Herman van der Zand was niet helemaal lekker tijdens de uitzending. Hij moest veel hoesten en niezen. NOS startte veel te laat met het inzetten van de documentaire. Hierdoor stond mijn geliefde collega zwaar voor lul. En dit vinden wij natuurlijk erg kut voor hem. We gaan nu kijken naar de blunder van de NOS. We wensen u veel kijkplezier. Pardon. En ja hoor, ik sta weer voor lul. De koningin is begonnen aan een staatsbezoek bij een stel buitenlanders. Ze is er... Sorry mensen, ik neem even een slok whisky. Ze is daar met prins Willem-Alexander en prinses Maxima op staatsbezoek. Kijk, daar wonen die buitenlanders. De koningin werd met veel ceremonieel welkom geheten door de sultan van Brunei. Dames en heren, laten we vooral niet stil blijven staan bij deze blunder van de NOS. Zolang u naar RTL blijft kijken, is het goed. En namens RTL en mijzelf geef ik Herman een goede tip om fit in de uitzending te komen. Doe mee aan Nederland in Beweging. Ik wens u nog een prettige avond. Weer wordt mede mogelijk gemaakt door PostNL. Het bezorgen van morgen.